De stichtingorganisatie Hindu Media Oom heeft gisteren in samenwerking met de Nationale Stichting Hindustaanse Immigratie een succesvolle Pagwa Bharat drive-thru cook-out georganiseerd. Bhagwan Prasad Gangaram Pandey, bestuurslid van de Stichting Oom, zegt dat vanwege de COVID-19-pandemie de organisatie moest afzien van haar traditionele Pagwa-viering. Er is dit jaar gekozen voor een activiteit met een educatief karakter. Elk jaar houden wij een Pagwa Milan, dat is een bijeenkomst, waar we infobeurs hebben. We hebben Chautalsang die we levendig willen houden. Dat hebben we afgelast. We hebben een container goederen van de vriendengroep uit Nederland, die is afgelast. We hebben een muziekgroep uit Nederland, Hamtum, afgelast. Een heleboel muziek, alles is afgelast vanwege COVID. We hebben alleen een educatief iets gedaan om onze, in het kader van Good Food project van OHM, hebben we geprobeerd met de minimale toegestane personen, hebben wij geprobeerd om iets educatiefs te leren aan onze jongeren. Gangaram Pandey zegt dat er tijdens dit evenement sterk gelet is op de inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Het festival is daarom ook een drive-thru event geweest, waardoor er weinig contact is geweest tussen de aanwezige mensen. We mochten maximaal als religieuze, spirituele organisatie, mochten niet meer dan 50 mensen met de COVID-maatregelen hier binnen hebben. De mensen die kwamen moesten buiten rijden, inkopen, wegwezen. We hadden een mini-jury, een secret jury en we hebben net de mensen die nieuwe concepten hebben aangedragen, hebben bedankt. Ze kregen een prijsje en we hebben ze een certificaat gegeven. Dat is het minimale dat we met deze COVID-situatie konden teruggeven aan de gemeenschap. Bestuurslid Bhagwan Prasad Gangaram Pandey van de stichting organisatie Hindu Media. De nieuwe recepten die zijn voorgedragen zullen voor jongeren beschikbaar gesteld worden, zodat zij ook kunnen leren om bara's te maken.